Vandaag wandel ik over de Geerweg, dus langs de Donkse Laagte, waar ik heel vaak vogels ga kijken. En je vindt hier een paar mooie bermen. Ze zijn moerassig, staan allerlei bijzondere planten in, waaronder distels. Nu zullen jullie zeggen, distels, wat moet ik ermee? Weg met die distels, zonkruid. Nou ja, kijk eens goed naar die distels en dan zul je anders oordelen, want ze zitten barstensvol met insecten. Maar wat ook zo mooi is, wanneer die bloemen of die distels zijn uitgebloeid, ja, dan veranderen die in zaad en daar komen de putters op af. En die filmde ik vanochtend vol in die distels, terwijl ze die bloemen aan het kapot plukken waren. Ja, putters zijn hele mooie vinkachtige. Je kent hem vast van het schilderij van Fabricius. Het puttertje dankt zijn naam aan het feit dat een putter in een kooitje in staat is om letterlijk water te putten. Dus vroeger, 16e, 17e eeuw, hielden ze die putters in kooien. Nou, bizarre taferelen natuurlijk, maar puttertjes. Ze vliegen hier toch vrij massaal rond. Prachtig om te zien.